Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door AdNu Accountants en Adviseurs, Biersteker Gevel en Daktechniek, Agro Adviesbureau, JB Pompen, Markreclame, Asta Casino en trainingskampen.nl. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center in Rijswijk voor een nieuwe aflevering van Haaglander Voetbal Totaal. U weet het programma dat iedere week aandacht schenkt aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. In deze aflevering twee reportages. Allereerst een uitgebreid interview met Wim Boekenstein, de waarnemend voorzitter van Naaldwijk. En tijdens het trainingskamp van de Velo op Gran Canaria hadden we de tijd om uitvoerig te praten met de hoofdtrainer Kees Templaar. Lang leek het erop dat er een fusie tot stand zou komen tussen Westlandia en de VV Naaldwijk. Westlandia trok zich echter terug en dat betekent dat de fusie niet doorgaat. Beide clubs gaan voorlopig zelfstandig verder. Haaglander Voetbal Totaal ging op bezoek op Sportpark De Hoge Bomen. En verslaggever Rob Blankenstein sprak daar met de waarnemend Naaldwijk-voorzitter Wim Boekenstein. Velo verbleef begin januari voor een trainingskamp een week op Gran Canaria. Haaglander Voetbal heeft daar verslag van gedaan. Ook vonden wij de tijd om, lopend langs het strand van Maspalomas, uitgebreid te praten met Kees Templaar, de trainer die onlangs zijn contract bij de Wateringers alweer heeft verlengd. Westlandia en de VV Naaldwijk leken op een fusie af te gaan. Maar Westlandia trok de stekker eruit en dat betekent dat de beide clubs voorlopig zelfstandig verder gaan. Hoe vergaat het Naaldwijk na dat bericht van Westlandia? Haaglander Voetbal Totaal ging naar Sportpark De Hoge Bomen. En onze verslaggever Rob Blankenstein sprak daar met de waarnemend voorzitter Wim Boekenstein. Kijkt u naar een reportage van cameraman Fred Wolters. Een paar maanden geleden ontstond er wat reuring in het Naaldwijkse. Fusie met Westlandia leek eigenlijk een hamerstuk te worden, maar op een donderdagavond kwamen wat bestuursleden van Westlandia hier naar het sportpark toe. En toen? En toen kwamen die bestuursleden, drie stuks in totaal, kwamen vertellen dat de fusie met onmiddellijke ingang niet meer doorging. De stekker werd er onmiddellijk uitgetrokken. Dat kwam als een hele onverwachte mededeling, neem ik aan? Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, zeer onverwacht. Een donderslag bij helder hemel eigenlijk, ja. Hoe hebben jullie dat ervaren, dat hele spel rondom die fusie eigenlijk? Want nogmaals, wat ik net al zei in de intro, het leek eigenlijk min of meer beklonken. Ja. Het heeft dus ongeveer 2 jaar geduurd. Er is toen in november 2011 hebben twee buitengewone ledenvergaderingen besloten dat de besturen een fusie mochten gaan onderzoeken, de haalbaarheid van een fusie mochten gaan onderzoeken. En er is toen een stuurgroep voor in het leven geroepen. En die is toen pas in april 2012 begonnen daarmee. Want we hebben gezegd, er is geen haast achter, we doen het rustig aan en er staat geen druk op. En die stuurgroep heeft uitermate deskundigen uit de water integer de werk gedaan. En die hebben toen in het voorjaar van 2013, vlak voor de zomerstop, juni ongeveer, hebben ze toen de eindrapport ingeleverd. En vorig jaar voorjaar dus. En toen lag het weer een bordje van beide besturen. We hebben daar als twee voorzitters hebben we daar ons eventjes over gepraat. Hoe nu verder, zeg maar, want dat rapport was positief voor een fusie. En toen hebben we nog een aantal dingen afgesproken eigenlijk. En vervolgens zijn de besturen begin september een paar keer bij elkaar geweest. Bij de complete besturen. en ineens ging de stekker eruit op 3 oktober. En toen kwam de argumentatie eigenlijk naar buiten. Ja, toen moest ik toch wel even lachen. De argumentatie was, de complexen, de velden liggen te ver uit elkaar. Maar ik neem niet aan dat die velden in de loop der tijd naar elkaar toe zijn geschoven. Nee, die velden die lagen ook in november 2011 al ver uit elkaar. En dat is dan de officiële reden. En daar kan ik verder heel veel over zeggen, maar dat is hun officiële reden.
Maar goed, je hebt als eigen bestuur heb je daar een bepaalde mening over. Wat was die mening? Die velden liggen niet te ver uit elkaar. Nee, die velden liggen net zo ver uit elkaar als nogmaals sinds 2011. Dus, maar er was dus, en dat moet ik dan wel enigszins zeggen, er was dus eigenlijk besloten dat het de Westlandia-locatie, het gebouw van de Westlandia, dat zou ook de hoofdvestiging worden. En het was dus ook eigenlijk zo, ja, onze locatie is natuurlijk ook een hele mooie en degelijke locatie met nieuwe kleedkamers. Althans, ze zijn inmiddels 5 jaar oud inmiddels. En toen hebben we dus ook gezegd, nou ja, dan kan het best zo zijn dat bijvoorbeeld alle zaterdag senioren bij ons voetballen en alle jeugd van beide verenigingen aan de andere kant van de sloot voetballen. Hè? Voorlopig, zolang nog niet gerealiseerd is, achter het gebouw van Westlandia, daar zie je kassen staan. Als je de camera er zo opricht, dan kan je dat zelfs hier vandaan zien. Maar kijk, op enig moment in de toekomst kunnen die kassen een keer weg en kan daar het sportpark uitgebreid worden. Dat was de toekomstvisie van de beide besturen. Maar ja, dat is voorlopig is dat nog niet aan de orde. Maar voorlopig kan je dan met 2 gebouwen ook heel goed werken. En dan ben je ook gefuseerd als je de hele zaterdag senioren op de ene kant van de sloot en alle jeugd aan de andere kant van de sloot had voetballen. Of hoe je het wil verdelen. Ja. De mededeling was duidelijk. Hoe ga je nu verder als zelfstandige vereniging? Toen die 3 oktober, toen waren we ook als bestuur hier toevallig compleet bij elkaar om ons voor te bereiden op het volgende gesprek met het bestuur van Westlandia. En toen hebben we dan, nou, dat was toen, ze kwamen om 9:30, 9:30 ongeveer. En dat gesprek heeft 1/2 uur geduurd. En dus om 10:00 toen hebben wij bij elkaar gezeten. Het werd wel nachtwerk van, ja, nou moeten we gelijk beslissen, wat gaan we doen? En gelijk ook duidelijkheid geven naar de leden toe. We hebben de aanwezigen die er toen waren in de kantine, want het is ook trainingsavond op de donderdag, de clubavond. En de selectie was ook compleet aanwezig. Nou, die hebben we allemaal ook toegesproken en gezegd dat het onmiddellijk niet meer doorging. Nou, de andere dag stond het dus groot in de pers natuurlijk. Maar toen hebben we het ook gelijk besloten. Hoor, dus de 4e november, we spreken nu over 3 oktober, maar de 4e november stond al gepland bij beide verenigingen voor een buitengewone algemene ledenvergadering om de voortgang van de fusie te bespreken. En om dan ook van de leden weer groen licht te krijgen om verder te gaan tot een definitieve ledenvergadering. Ongeveer in deze tijd van het jaar waar we nu in staan, 1/2 februari. Dat was het tijdspad. En toen hebben we dus op 3 oktober besloten dat wij als voetbalvereniging van Naaldwijk toch die 4e november door lieten gaan. Maar met een totaal andere agenda uiteraard. En met de agenda van hoe gaat VV Naaldwijk naar het 100-jarig bestaan toe. En dat is in 2022. Wat is daar uitgekomen? Ja, dat het zat hier afgeladen vol in de kantine. Er kon geen kip meer bij ze wat. Zo druk was het. Echt heel opmerkelijk. Ja, en iedereen zegt ja, als het zo wel. Want ook bij ons waren tegenstanders van de fusie. Laat dat eerlijk zijn. Ik bedoel, ook bij ons was niet iedereen daarvoor. Maar er waren ook een heleboel mensen die waren er juist heel erg voor. En, nou ja, en dat is nu bewerkstelligd. Ja, zowel bij ons de hele voorstanders van de fusie als de tegenstanders van de fusie hebben nou allemaal gezegd van jongens, nou gaan we ervoor. Nou gaan we zelfstandig op naar het 100-jarig bestaan van VV Naaldwijk. En we zeggen ook niet, de fusie gaat voorlopig niet door. Nee, ja, wat Westlandia heeft gezegd, de fusie gaat definitief niet door. Dan zeggen wij dat ook, de fusie gaat definitief niet door. En het woord voorlopig is overal geschrapt. Dus, VV Naaldwijk gaat op naar het 100-jarig bestaan als zelfstandige, weliswaar kleinere vereniging in de kern Naaldwijk natuurlijk, dat wel. Ja. Om even af te sluiten, even heel kort toch naar het sportieve aspect kijkend. Martin de Graaf heeft op een gegeven moment plaats moeten maken voor Kees Kroon. Als je kijkt puur naar deze competitie, de laatste weken gaat het ogenschijnlijk veel beter. Kees Kroon, ja, die heeft een vliegende start. Ja, zo kan je het wel zeggen. Uiteindelijk doen de jongens die in het veld, die doen het. He? Want Martin de Graaf, ja, het klikte niet met de jongens. Maar Martin de Graaf is geen slechte trainer. Vinden wij. Maar nogmaals, ja, als de klik er niet echt is. Ja, en nu met Kees Kroon blijkt het dus wel te zijn. En dan komen de punten wel ineens binnen. Ja. Laatste vraag. Ambitie als zelfstandige verenigingen op sportief gebied, waar ligt die? Nou ja, we spelen nu 2e klas. We mogen blij zijn als we erin blijven. Kijk, we hebben natuurlijk een vrij smalle selectie. We hebben ook, en dat is het nadeel, met een grotere, hoogspelende club als Westlandia naast je zitten in een relatief kleine kern als Naaldwijk. Dat je toch, ook met je jeugd, ja, is het best lastig natuurlijk. We hebben best jeugd, maar we hebben ontbreekt ons momenteel een A-team. En dat is eigenlijk voor de doorstroming naar je selectie natuurlijk een slechte zaak. Er zit wel weer wat aan te komen. Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, we hebben even misschien
krijg je een gaatje erin. En dat, dus we blijven, de ambitie is in ieder geval tweede klasse blijven dit seizoen. En dat gaat wel lukken. Dat denk ik wel. En dan volgend seizoen dan zien we ook wel weer verder. Komende maandag in de Sir Winston Entertainment Club in Rijswijk is er weer een opname van een nieuwe aflevering van het programma Haaglander Voetbal aan tafel. Je kunt er vanaf 7:15 s'avonds weer bij zijn. Alleen of met je voetbalvrienden of wellicht met je complete voetbalteam. Stuur een mail naar redactie@haaglandervoetbal.nl en je krijgt alle informatie toegezonden. Veel clubs belegden tijdens de winterstop een trainingskamp. Of in eigen land of in warmere streken. Velo verbleef weer op Gran Canaria. Haaglander Voetbal was erbij en we vonden daar de tijd om lopend langs het strand van Maspalomas uitgebreid te praten met de hoofdtrainer van de Wateringers, Kees Templaar. Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera. Kees, trainingskamp van Velo in Maspalomas. Ja, mooie gelegenheid om eens wat bij te gaan praten. Als we kijken naar jouw loopbaan en de clubs waar je gezeten hebt. Er zijn het altijd wel overwogen keuzes geweest. Ja, ik denk het wel. Na het betaalde voetbal ben ik nog een jaartje onder andere dat ze bij VCS gaan spelen. Jeugd getraind, de C en de A. Daarna naar RVC gegaan, 2 jaar. Met onder andere Mark Wotten en Harry van der Laan nog in het eerste team. Maar ik was toen ook bezig met de trainingen van de A en de C. Daarna kwam Kwik. Daar heb ik nog een jaartje in het eerste gespeeld. En de jeugd getraind, de B-jeugd. En het jaar erop ben ik daar hoofdtrainer geworden. Heb ik 5 jaar bij Kwik gezeten. Toen ben ik een jaar gaan reizen met mijn rugzakje achterop via Azië, Australië naar in Nieuw-Zeeland teruggekomen. Toen ik terugkwam bij VCS, bij de senioren aan de slag gegaan. Nou, dat was een geweldige tijd. Hele goede voetballers daarin. Toen zijn we ook meteen dat eerste jaar gepromoveerd naar de hoofdklasse. Daarin geloof ik 50 geworden. En toen op een gegeven moment stond de Quick Boys voor de deur. Daar ben ik bijna 3 jaar trainer geweest. Helaas niet helemaal afgemaakt. Fantastische mooie vereniging. Heel veel geleerd ook. Alleen net niet gelukt wat iedereen daar wil. Dat is kampioen worden. Daar is meerdere trainers overkomen bij Quick Boys. Ja, dat klopt. Maar toch een mooie tijd gehad daar bij Quick Boys. Toen heb ik eigenlijk even een jaartje niets gedaan. Toen op een gegeven moment kwam Westlandia en daar ben ik 3 jaar hoofdtrainer geweest. Na de promotie onder Richard Grootschot van de eerste naar de hoofdklasse. Mooie tijd geweest. Ja, geweldig. Maar allemaal met eigen jongens wat van Westlandia, een paar jongens van buitenaf. Hebben we eigenlijk altijd toch wel redelijk in de subtop meegedraaid van de hoofdklasse. En ja, ik denk dat de Westlandianen dat ook wel beamen. Dat misschien wel de allermooiste tijd is geweest. Omdat er toen nog niet vergoedingen betaald werden. Dat was een mooie tijd gehad, zonder meer. Ja, nee. Velo nu, ook een club waar niet, laten we zeggen, wordt betaald. Nee. Althans individueel naar spelers toe. Nee, maar dat klopt ook. Ik denk dat het eigenlijk ook in principe, ook al is er altijd wel wat strijd en concurrentie tussen die twee verenigingen, dat het in het hart ook eigenlijk wel een beetje dezelfde type verenigingen zijn of waren misschien. Ja. En bij Velo, ze zijn natuurlijk gepromoveerd naar de eerste klas. Heel duidelijk geweest in de doelstelling. Proberen een stabiele eerste klasse te zijn. Ja, ja. En van daaruit misschien eens een keertje de sprong te maken. Als het eventjes een bundeling van goede spelers is en krachten. Dat je naar de hoofdklasse kan gaan. Ja, en dat ondersteund door een hele goede opleiding. Ja. Ik denk de beste op het ogenblik wel in de regio. Dan zit er misschien nog meer aan te komen. Aan de andere kant
ook bij Velo is het er toch een beetje ingekomen dat jongens ongeduldig worden en af en toe wel eens overstappen naar andere verenigingen. En dan uitgesproken Westlander, hè? Ja, nou ja, er zijn een paar jongens naartoe gegaan, maar er zijn ook een paar jongens naar andere verenigingen gegaan. En ja, ik heb daar nooit moeite mee. Daar wil ik ook altijd heel duidelijk in zijn. Als je gewoon goed gepresteerd hebt bij Velo en je merkt aan alles dat je top daar nog niet is, dan moet je gewoon de sportieve uitdagingen zoeken om toch eens een keertje verderop, hogerop. Maar af en toe gaan jongens er wel eens daar naartoe dat ik denk van ja, je hebt nog amper in het eerste bij Velo echt een goede prestatie neergezet. En dan ga je toch naar de club die hoger komt. Ja, meestal halen die jongens dat niet. Dus daar wil ik altijd wel heel duidelijk over zijn. Je was in je periode bij Velo, niet zo lang geleden. Je bent even een tijdje noodgedwongen uitgegaan vanwege een knieoperatie. Ja, dat klopt. Ja. Hoe gaat het er nu mee? Ik zag je toch af en toe nog wel eens wat moeilijk lopen af en toe. Nou, mijn benen zijn er in ieder geval niet knapper op geworden, Tom. Maar het gaat redelijk goed. En ja, helaas heeft denk ik 10 jaar betaald voetbal bij mij net iets te veel erin gehakt. En heeft mijn lichaam en fysiek niet helemaal kunnen dingen. Maar ik heb er ook heel veel mooie dingen door meegemaakt. Maar het gaat behoorlijk goed. Heb je daar als trainer last van op het veld? Nou ja, ik kan natuurlijk niet meer echt even een lekkere trap voordoen of zo, maar dat hoeft denk ik ook niet meer. Ik kan behoorlijk overweg. En dat is ook voor mijn vak als leraar lichamelijke opvoeding op gymnasium Zorgvliet. Ik sta nog gewoon bijna dagelijks voor de klas en ja, het gaat redelijk goed. Af en toe wil je wel eens wat meer, maar het gaat gewoon niet. Maar ik heb het wel ontzettend nog naar mijn zin en op school en zeker met zo'n mooie vereniging als Velo. Want je hebt weer voor een jaar bijgetekend? Ja, ik heb nog een jaar bijgetekend. We hebben met elkaar alles toch nog eens geëvalueerd en de vooruitzichten. En die zien er toch goed uit. En ik heb zelf ook het gevoel dat de club en de groep ook nog vooruit kan. Je hebt altijd wel jongens die net in dat grijze gebied zitten van niet goed genoeg zijn. Daardoor in twee komen. Die vinden al redelijk snel dat de trainer het gedaan heeft. Maar ja, jij hebt ook heel veel dat je voelt van jongens die, dat laten we zeggen, stapjes aan het maken zijn. Want die zitten er ook bij, waar je zo'n goed gevoel bij krijgt. Nee, ik heb zeker, als je kijkt naar jongens als Mitch van der Wetering en Mark Duinersveld en Jack van Meurs. Jongens die vanuit de tweede niet echt de kwaliteit hadden om meteen in het eerste speel te. Maar jongens die willen, die goed trainen, die af en toe wat doen met de aanwijzingen die je meegeeft. En daardoor behoorlijke stappen aan het maken zijn. En die nu bijna niet meer weg te denken zijn uit Velo 1. En daar kan ik ontzettend van genieten. En daar ben je ook voor als trainer. Afsluitend, kijken we naar het einde van het seizoen met Velo. Wanneer ben jij tevreden? Ja, ik vind dat altijd zo moeilijk, Tom. Want als wij vrij blijven van te veel schorsingen en blessures van belangrijke spelers, dan denk ik dat we misschien nog best een periodetitel kunnen pakken of zo bij de eerste 4-5. Maar als we daar wel veel mee te maken krijgen, ja, dan denk ik dat het wel wat moeizamer gaat worden. Maar ik hoop eigenlijk altijd, en dat zijn mijn doelstellingen ook de laatste jaren, dat spelers die willen zichzelf ontwikkelen en daardoor stapjes maken en daardoor weerbaarder worden met het voetballen. En daardoor een betere prestatie voor zichzelf en daardoor ook door het team neer kunnen zetten. Maar zo word je ook beoordeeld als trainer bij Velo. Niet alleen op een resultaat, maar ook van, ja, luister eens, zien wij spelers beter worden. En hoe is de sfeer binnen zo'n groep? En dat, ja, zonder meer. En wat ik net al zei, ik gaf net het voorbeeld van die drie jongens. Maar er zijn ook dit jaar weer een paar jongens direct uit de jeugd aan spelen toegekomen. Ja. En dat is denk ik voor Velo van levensbelang. Want ja, straks zullen er misschien ook weer een aantal jongens vertrekken. En dan moet die doorstroom blijven. En als club geven wij ook de mogelijkheid aan de jongens. En een aantal vullen dat heel goed in. En sommigen zijn heel geduldig daarin. En anderen worden wel iets te snel ongeduldig, vind ik. Ja. Maar dat zal altijd de strijd tussen trainer en bepaalde spelers blijven. We hebben het wel eens gehad over de mentaliteit van voetballers. Vandaag in de dag, daar gaan we het vaak vergelijken weer met vroeger, maar dat is vaak nog wel eens moeizaam, hè? Terugkijkend ook naar je eigen carrière. Ja, nee, zonder meer. Ik ben ook alweer 57. Ik zat niet altijd achter mijn telefoon of de laptop of computer. Ik kwam thuis en ik ging naar buiten en ik wilde voetballen ik wilde beter worden. En aan de andere kant, ik heb dan wel het voordeel dat ik gewoon op school werk, altijd met jeugd. Dus ik denk dat ik wel heel goed weet wat er speelt. Ja, gedeeltelijk moet je daar toch op aanpassen en niet meegaan.
Maar sommige dingen vind ik die blijven overeind staan in je mening over je ontwikkeling als speler en zo. En ja, dat probeer ik toch altijd wel uit te stralen. En soms gaat het heel goed en soms gaat het wel eens wat minder. Oké. Nou goed, bedankt voor het gesprek. Ja. Wij moeten gauw weg, want ik zie dat het water steeds dichterbij komt. Ja, gelukkig sta jij dus wij toch. En met Kees Tempelaar zijn we aan het einde gekomen van deze midweekse aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Maar ik wil graag nog even wijzen op ons andere programma, onze talkshow Haaglanden Voetbal aan tafel. Komende maandag wordt er weer een nieuwe aflevering opgenomen in de Sir Winston Entertainment Club in Rijswijk. En natuurlijk kun je daarbij aanwezig zijn. Alleen, of misschien wel met je voetbalvrienden of wellicht het complete voetbalteam. Informatie? Een mailtje naar redactie@haaglandenvoetbal.nl en je krijgt daarna alle informatie toegezonden. Wat dit programma betreft, graag tot volgende week woensdag. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door AdNu Accountants en Adviseurs, Biersteker Gevel en Daktechniek, Agro Adviesbureau, JB Pompen, Mark Reclame, Asta Casino en trainingskampen.nl.